Het gaat niet lekker. De stad in, de stad verkennen. Oh, jawel. We liepen net ook langs een makelaar en zijn nu gewoon het huis hier in Stockholm. En we zagen een huis voor 9,5 miljoen. Vrij veel geld. Het lijkt net een de Stockholm eetvlog. Ja, inderdaad. Maar dat doe je toch ook een beetje als je aan het sightseeën. We zijn alleen maar aan het kanen. Het sightseeën is een beetje te veel van het goede voor hem. Het liefst zit ik in die rugzak. Ja, ik heb ook wel zin om erbij te gaan zitten. Dag. Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog. Edcom. Oké, ik ga toch mijn zonnebril opzetten. Sorry, ik wou mijn zonnebril afzetten voor jullie. Maar dan heb ik mijn handen te vol, want ik heb ook een hond in mijn handen. Ja, oké. Het is zaterdag en we zijn nog steeds in Stockholm. En ik heb een heel lekker ochtendje gehad, want we hadden even afgesproken dat ik een ochtend vrij kreeg. Vrij van de kinderen. Dus ik ben lekker vanochtend gaan crossfitten en toen heb ik daar gedoucht. En toen ben ik de stad ingegaan en toen ben ik lekker ergens een koffietje gaan drinken en een kaneelbule gaan eten. Toen ben ik een of ander wijkje ingegaan, een beetje leuke winkels gekeken, winkeltjes ingegaan. En toen heb ik nog een juice gehad en naar de kerk gegaan. Nou, helemaal leuk. Ik heb echt een heerlijke ochtend gehad. En toen was ik om 1 uur weer terug bij de camper. En Maarten vanochtend gewoon zitten werken. En thuis geweest met de hondjes. En die zien nu allemaal hondjes. Kom maar uit. Maarten heeft gewoon gewerkt, thuis geweest met de hondjes. En we hadden afgesproken dat we dan nu samen lekker de stad in zouden gaan. Dus we hebben spullen gepakt, honden gepakt. En we gaan nu naar de overkant van het water. We hebben even de rugzak mee voor Eddie. We gaan daarheen. Dat is eigenlijk de hippe wijk. De hippe wijk van Stockholm is dat. Hoe heet dat, Maart? Weet je dat? We weten allebei even niet. Maar dat gaan we jullie zo meteen vertellen. Oké, het is heel bijzonder. Ze hebben hier een, ja, ik wil of zeggen een begraafplaats in een park of een park in een begraafplaats. Maar het is heel raar, want je loopt hier dus gewoon, het is gewoon een park. Mensen lopen hier, ik ben aan het vloggen. Ik ben tegen jullie aan het praten en Mars ziet alles. Ja. Het is gewoon een park en mensen hardlopen hier ook gewoon. Maar het is wel ook een begraafplaats, er liggen allemaal mensen begraven. Het is heel apart, want ik ben niet zo goed. Ik dacht eerst heel wat creepy, en aan de andere kant denk ik, nou, zo hou je de mensen wel in leven, want zo kijk je allemaal naar die graven. Dat is bijzonder eigenlijk. Ja, daar naar rechts. Nou, ik weet niet of je het echt kan zien, maar Maarten is nu binnen, die is aan het shoppen. Die wilde even kijken voor sneakers. Dus die had helemaal online, helemaal aparte sneakershops opgezocht en heeft hij allemaal in Google Maps gehighlight. Dus we zijn nu een paar shops aan het afgaan. Hij is nu aan het passen volgens mij. Ik ben er gewoon even buiten aan het wachten met de hondjes. En we hebben net heel lekker geluncht, maar ik ben vergeten te vloggen. Sorry, ik ben vergeten. We waren een heel leuk tentje en ik heb fluffy pancakes op, helemaal vegan. En Maarten had ook pancakes en toast met smashed avocado en een poached egg. Dus het was een heel leuk tentje en er was buiten geen plek en daar baalde ik eerst heel erg van. Maar binnen was echt nog heel veel plek en we zaten voor een airco. Dus het was eigenlijk alleen maar heel chill, ook met de hondjes. Nu zijn we gewoon lekker een beetje aan het struinen weer. Ik ben echt aan het genieten van deze dag. Komt ie aan hoor. Even nieuwe snelle patas. Even nieuwe heel leuk. Laat de zijkant eens zien. Heel tof. Cool, hè? Heel erg tof. Ja, jeetje wat vet. Mooie kleur ook. Ja. Ik weet niet of je het op de vlog goed kan zien, maar dat maakt niet uit.
Leuk lief. Die wilde ik al heel lang. Nee, niet met je vieze pakkers aanzetten, maar. Ja, lekker aflikken jongens, lekker aflikken. Ja, die wilde ik al heel lang. En nu heb je ze? Hoe lang? Een week? Nee, wel twee maandjes. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, hartstikke leuk lief. Dus, hartstikke leuk. Staat je goed? Ik kan hem weer op site zien. Nou, inderdaad. Cool, zeg dat. Ja, ik vind ze heel cool. Het is echt heel tof. Ja. Ik ook. Groen ook. Ja, met het groen. Ja. Paar. Lekker retro. Lekker hipster. Ik heb heel erg tegenlicht. Dus ik weet niet of ik het zie, maar lekker hipster. Maar kijk, hier zitten de gaten in de schoenen. Hier aan de binnenkant. Ja, oké. Okay. Dus het was tijd op deze. Die gaan de prullenbak in. Die gaan nu de prullenbak in. Of we geven ze aan de zwerver. Die hebben nu. Mij wil je een doos en een. Ik doos? Zag het, ja. Zo, nee, ja. Hou ze aan. Hou ze aan en deze gaan de prullenbak in. Ja. Hij wou ze niet van je afnemen. Nee. Dus is er een zwerver? Nou ja, als iemand blote voeten zien, dan. Zo, schat. Het is tijd om te borrelen. Lekker passievrucht. Ik heb een passion fruit mojito. Lekker, hè? Lekker, hè? Ga ik doen. En jij van je pilsie. En de mannen genieten van een snackje. Nou, Tom heeft hem alweer op. Uiteraard. Het ook bijna. Nu kan ik je schoenen beter laten zien trouwens. Hier is het licht beter. Ja, ze zijn tof hoor. Jij vindt ze ook mooi, lief. Door zo'n leuk buurtje. Ik vind het dus heel leuk en dat vind ik echt ook vergelijkbaar met Berlijn. Dat je allemaal verschillende soorten buurtjes hebt. Ja, dat hebben alle steden trouwens. Nu ik het zo hard op zeg, denk ik dat hebben natuurlijk alle steden. Maar dat je een bepaalde vibe hebt in een bepaald buurtje en dan loop je een ander en dat is weer heel anders. Goed verhaal. Hey, bakkerij Petrus. Ja, die is dicht. Ja, maar die dat was toch wat je doorgekregen? Ja, die heb ik doorgekregen, ja. Daar zouden ze hele lekkere kaneelbulen hebben. Maar daar zitten twee tentjes in dat straatje. En daar zouden ze ook lekkere kaneelbulen hebben. En ik ben er inmiddels wel achter dat ze op heel veel plekken hele lekkere kaneelbulen hebben. Dit ziet er heel lekker uit. waar zitten we? We zitten bij Magnolia. En als je mij Magnolia als naam zou zeggen, zou ik niet aan Aziatisch eten denken. Jij? Ik weet het niet. Maar we zitten bij Magnolia en ze hebben hier Vietnamees en wat was het? Koreaans? Ja. Bouw is Koreaans. En dumplings en zo. Ja, en ik heb een vegan bouw met tofu en jij een vegan bouw met portobello. En we hebben hier dumplings met mushrooms. Lekker hoor. Helemaal lekker. Eet smakelijk. Ja, jij ook. En we gaan gewoon even door. Lekker hoor. Lekker. Ik heb portobello. Noodles met portobello. Ja, precies. Maar dan kan ik er nog iets meer over vertellen. Maar ik weet het niet meer zo goed. We hebben precies de andere keer nu. Ja, want jij had net portobello en ik had tofu. Ik heb bouw met portobello en nu heb ik tofu. En jij had net tofu en nu de portobello. Ja, en we hebben allebei noodles. Lekker hoor. Eet smakelijk. Eet smakelijk, schat. Zo. We hebben heerlijk gegeten. Echt heerlijk. Echt een goed restaurant. Aanrader, Magnolia. Ik zeg het waarschijnlijk niet goed, maar dat maakt niet uit. En we staan nu bij een uitzichtpunt. Hier kan je heel tof de hele stad zo zien. Met die wolken. Zie je zo'n beetje te veel van het goede voor hem. Het liefst zit ik in die rugzak. Ja, ik heb ook wel zin om erbij te gaan zitten. Dag. Godverdomme. We gaan rouleren. Ja. Waarom neem jij hem niet op je rug? Lieverd. Ja, hij heeft het verdiend. Ja, echt. Hij doet het zo goed. Kijk dan, hoe mooi. Prachtig.
Zo, goedemorgen. En het is nu zondagochtend. Maarten en ik hebben allebei een rondje hard gelopen vanochtend. Hard gelopen. Hard gelopen. En vanochtend heeft Maarten een ochtendje vrij. Dus hij gaat nu lekker de stad in, de stad verkennen. Ik kom niet meer terug. Oh, jawel. Een beetje foto's schieten, foto's koffietje schieten. Drinken, kanelbullen eten. Tenminste, dat vul ik allemaal voor je in, maar doe vooral waar je zelf zin in hebt. Het zijn waarschijnlijk opties die voorbij gaan komen. Ik weet zeker dat je dat gaat doen. En ik ga gewoon even lekker hier blijven. Ik ga nu even met de hondjes wandelen en even zitten werken. Even een rustige ochtend. En dan gaan we vanmiddag samen nog even de stad in. Oké, okay, ik heb geen vlogcamera bij me, maar ik ga jullie een rondje meenemen door de stad. Ik ga even wat foto's schieten en ik zal eventjes een kleine tour doen door het echte oude stadscentrum. Even naar het paleis en andere gebouwen. Dus blijf vooral kijken. En wat dus super vet is, als je echt het oude Stockholm, dat ligt dus hier. Dat is dus een eiland. En dat is dus helemaal omringd door water. En daar staat dus ook het oude paleis op. En we hebben hier de andere kant, dat is de noordkant van Stockholm. En daarachter heb je dan dus de zuidkant. Lekker, Evelien. Nee. Goed zo. Ja. Het lijkt net de Stockholm eetvlog. Ja, inderdaad. Dat doe je toch ook een beetje als je aan het site ziet. We zijn alleen maar aan het kanen. Lekker het tintje zat. Heerlijk hoor, acai bowl met pindakaas en ei met avocado. En jij ziet er prachtig uit in je groene jurk. Dankjewel lief, thanks. Hoe voelde je je vanochtend? Ik was een beetje ziek. Ja, maar je bent er weer. Maar ik ben er weer. Gelukkig. Ik ben er echt weer. Als ik gewoon even verkeerd gevallen. Ja. Ik had echt gegeten en opeens werd ik helemaal buikpijn, helemaal niet lekker. Het was echt een vaatdoek. Maar ik ben er weer zoals je ziet. Gelukkig. Het gaat weer helemaal goed. Hondjes goed. Die hebben net gezwommen zelfs. Die hebben een beetje gezwommen. Nou, ja. Pootjebaat. In het dierenbad. Eddie? En wij gaan nu lekker eten. Ja. Nou, we hebben net lekker gegeten. Was weer heerlijk. Nu zijn we weer rondje aan het lopen naar de stad. Het is erg warm, dus we moeten een beetje zoeken naar schaduwplekjes om te lopen. Want anders is het niet chill. Voor ons niet, maar voor de hondjes allemaal niet. Maar het is wel weer leuk, want we lopen nu weer door een wijkje waar we allebei nog nooit geweest zijn. Toch, Maart? Ja. Omdat we natuurlijk apart van elkaar op pad zijn geweest, moest ik het even filmpje. Maar ik nog niet. En we liepen net ook langs een makelaar. Die zijn hier gewoon huizen hier in Stockholm. Van appartementen van 2,5 miljoen euro. En we zagen een huis voor 9,5 miljoen. Vrij veel geld. Vrij veel geld. Dus, want we hadden een beetje gegoogeld naar een beetje op een Zweedse funda voor huizen in Zweden. We hadden gewoon al gezocht toen we nog in het zuiden zaten. En zag je echt dat de huizen veel goedkoper zijn dan in Nederland. Maar hier in Stockholm is dat dus niet zo.
hebben een vegan pizza. Vegan pizzaatje, lekker hoor. Vegan kaas, spinazie, tomaat, olijfolie, knoflook, zoiets. Zoiets. Fijn maar pizza. We gaan weer eten. Nog steeds in Stockholm. Maar dit is het laatste. Dit is het laatste. Afscheidsdineetje. Afscheidsdineetje, ja. De kinderen liggen gewoon thuis te slapen, 200 meter verderop. Heerlijk, papa en mama even vrij. Heerlijk. Hey, wasvrouw. Je doet in een natuurlijke habitat. Zo, het is even een change of scenery. Want we zijn geëindigd gisteren dat we aan het eten waren in Stockholm. En het plan was ook om daar een soort van te blijven. Ja. We wilden eigenlijk gisteravond al naar een plekje net buiten de stad aan het water. Zodat het was in de stad gewoon heet en we waren op zich wel klaar na 3 dagen in de stad. Maar die was vol, er was geen plek. En toen dachten we van, weet je, fuck it, we gaan gewoon door naar Uppsala. Dat was al het plan. We wilden naar Uppsala toe. Daar hadden we een camping al gevonden omdat we weer moesten. Wassie! 3 weken. Je hoeft dus niet elke week te wassen. Hè? Dat blijkt maar weer. Stinkt wel, maar... maar goed, dat was dus het plan. En we dachten, nou weet je, dan rijden we gewoon gelijk nog maar een uurtje door. En dan, dan zijn we daar gewoon. En dan hebben we morgen, dus vandaag en morgen nog. Dan gaan we morgenmiddag weer verder naar de natuur in. Misschien nog wel even Uppsala in, toch? Ja, wil je toch? Even dat nog in? Ja, ik wil wel eventjes kijken misschien. Maar eind van de middag denk ik dat ik gewoon even ga. Ja, precies. Het is een half uurtje lopen, zag ik. Ja, en je kan zo'n stepje pakken als je wil. Oh ja, die heb je hier ook, ja. 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 Hier heb je dus in Stockholm had je die ook. Echt 5 van die bedrijven die van die stepjes hebben. 15 bedrijven? Nee, 5. Oh, 5. Wow, wat veel. Maar goed, Uppsala dus. En we staan hier op een camping. Best prima. Even een beetje werken vandaag. Want we hebben de afgelopen 3 dagen vrij weinig gedaan. En dat gaat nu weer even ingehaald worden. En dan gaan we deze vlog ook weer afsluiten. Heb jij nog wat te melden? Nee, ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Wij vonden het wel een heel leuk weekend. Ja, wij hebben echt een te gek weekend. Wij hebben echt een te gek weekend gehad. Ja, dat is echt zo leuk. Ja, we houden gewoon... Het echt aanraden. Ja, zeker. En we vinden het gewoon leuk om... We houden superveel van de natuur. Maar we houden ook echt... we houden ook gewoon van de stad op zijn tijd. En het is gewoon echt... Het was wel af en toe even aanpoten met de hondjes ook. Het is gewoon lastig. Het was gewoon ook warm en... Ja, die hondjes, je kan niet de hele dag struinen, omdat ja, je hebt gewoon rekening te houden met de viervoeters. Maar we hebben echt genoten en we hebben lekker gegeten, lekker gedronken, mooie dingen gezien en echt een super leuke stad. Dus heb je echt, zoek je een citytrip en wil je eens een keer wat anders dan de standaard tripjes Rome, Madrid, Barcelona, ga zeker naar Stockholm. Ja, en ook niet mega crowded en zo. Nee. Het is een stad, dus maar elk koffietentje heeft gewoon plek. Dus ja. Het is niet mega gaaf. Nee. Het is ook een stad, het is ietsjes groter dan Amsterdam. Dus het is ook niet dat je echt helemaal lost bent in de... Of lost bent in de stad. Ik heb een slipper van Eddie afpakken. Net zoals bijvoorbeeld in Londen. Maar het is gewoon echt heel gezellig, heel overzichtelijk. Echt super veel leuke tentjes om te lunchen, om te ontbijten, om avond te eten. Dus. Ga er vooral een keertje heen. En dit moesten we niet eens zeggen van Stockholm. Nee. We zijn niet eens zeggen van Stockholm. Nee, maar gewoon excited. Ik vond het echt een leuke stad. Ik ook. Jij ook leuk. Oké, we gaan hem afsluiten. Ik jou ook leuk vond. Okay. Oh, ja. Vind je mij ook leuk? Ja, ik vind jou ook leuk. Oké, doei allemaal! Daag!